derde plaats. Hoe gelukkig ben je? Ja, ik ben blij met deze derde plaats. Het was een hele lastige cross. En in zo'n klassement cross is toch belangrijk om niet te veel tijd te verliezen. En dat is niet gebeurd. Dus ik had het plaatsje opgeschoven in het klassement. Dus nee, ik ben echt heel content. Ja, maar vertel eens over de race zelf. Ik had een goede start. Waarna ik eigenlijk al snel met Lucinda en Celine kwam te fietsen. Celine die was toch iets technischer, vooral naar beneden toe op de afdaling. En ik kon nog lang aanhaken bij Lucinda. Maar ja, daar moest ik toch ook een klein gaatje op laten vallen. En uiteindelijk ook een kleine achterstand van Lucinda op de finish gekomen. Dus ja, de benen voelden goed, de vorm was goed. Dus neem ik mee naar het weekend ook. Ja, hoe is het met de vorm in het algemeen? Ja, goed. Ja, het piekmoment ligt natuurlijk eind januari op de DK. Dus daar groei ik nog wel naartoe, hoop ik. Ik hoop de vorm dan, dat hij dan nog iets beter is. Maar ja, over het algemeen voelt het allemaal goed. En heel erg tevreden. Ja, en vandaag 3 Nederlandse vrouwen hier in België op het podium. Ja, klopt. Ja, je ziet gewoon dat de Nederlandse dames zo aan elkaar gewaagd zijn. En er is toch wel veel strijd. Natuurlijk is het mooi dat het veld nu toch wel wat internationaler wordt. Nu ook een Roensinger erbij. En de strijd is er in ieder geval. Oké, wie wint er bij de mannen, denk je? Sorry? Wie wint er bij de mannen, denk je? Dan ga ik voor Eli, hè? Voor mijn toegenoot. Ja. Oké, dankjewel.